Nu trouwens toch het hart van de stad is gevallen. Want dat is iets waar ik de komende tijd naar op zoek wil. Het hart van de stad. En ook natuurlijk naar het hart van de stad zoals ik me dat van herinner. Wat is voor jou het hart van Nijmegen? Nu of toen? Toen en nu, ja. Eerst maar toen. Ja, ik denk dat ik achteraf geredeneerd een beperkt beeld heb gehad van de stad. Ik kwam in mijn middelbare schooltijd en eigenlijk in mijn studententijd en eigenlijk in de jaren dat ik aan de juridische faculteit werkte, eigenlijk niet in grote delen van de stad. Wanneer kwam ik nou in West? Wanneer kwam ik in de Dukenburg? Ja, ja. Wanneer kwam ik in de beginnende wijk Lindehold? Er woonde één partijgenoot van mij toen ik politiek actief werd in de Lindehold. En ik vond dat hij een treurige toekomst tegemoet ging om daar te wonen. Dat gevoel had ik. En daar woonde iemand die later wethouder woonde in de Wezenhof. En dat vond ik ook al erg vrij bizar dat je daar woonde. Want de afstand die je moest overbruggen door de brug over het kanaal te gaan was enorm groot. Enorm groot, ja. Dus dat kende ik allemaal niet. Eindeloos. Die Haatsweg was eindeloos en dan kwam daarna nog een heel groot stuk. Voordat je uiteindelijk, zeker met de fiets, in Dukenburg was. Ik kwam dan eens aan de andere kant van de tunnel in West. Maar heel veel mensen kende ik niet die in West woonden. Dus het leven concentreerde zich toch vooral in Nijmegen-Oost en in de stad. Het hart van de stad was ongetwijfeld ook de benedenstad. Maar de oorspronkelijke benedenstadbewoners, die kende ik eigenlijk bijna niet. Nijmegen-Oost kende ik goed. Ja. Altrade, de wijken waar ik zelf woonde. De tennisclub, waar wij beide hebben getennist, Nijmegen-Kwik op de Kwakkenberg. Nu de plaats van heel veel nieuwe villa's in oude stijl, wat eigenlijk vreselijk is. Ja. Dat was, en de hockeyclub en die lange Groesbeekse weg waar een groot deel van mijn leven zich afspeelde, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Ja. Ik woon opnieuw op de Groesbeekse weg. Dus het hart van de stad was wat mijn hart was. Waar ik acteerde als scholier en student. De oude panden op de Oranjesingel, want de juridische faculteit zat daar nog op de Oranjesingel. Oranjesingel, wat was het, 72 en de hoek van de Hertogstraat, Canisiusingel. Ja. Dat was voor mij de stad. De benedenstad kende twee cafés die ik wel eens bezocht, Anita en de Rita Bar. Goeie naam. En dat waren prachtige namen. Eigenlijk, waarom heette tegenwoordig de cafés naar componisten? Waarom heette het niet gewoon Rita en Anita? Toch ook duidelijk te onthouden. Maar verder kwam je er niet. Ja, met de zomerfeesten die voorzichtig begonnen in de jaren 70, kwam je ook wel eens in stukken van de stad, van het centrum waar je anders niet kwam. Ja. Dus ik heb me wel later gerealiseerd dat ik heel veel delen van de stad die ook Nijmegen uitmaakten, helemaal niet kende. Nee. En als burgemeester toen ik terugkwam. Welk jaar was dat dan? Begin 2007. Ja. Toen realiseerde ik mij dus des te meer dat ik maar een heel klein stukje van Nijmegen echt had gekend. Ja. En dan kwam ik terug en ik kwam weer over de Waalbrug. En voor mij was de Waal en de Waalbrug net zo symbolisch voor Nijmegen als het nu voor jou zal zijn. Maar ik heb echt een nieuwe stad ontdekt. Op plekken waar ik anders niet kwam. Ik kom nu met grote regelmaten, met veel liefde, in het Waterkwartier. Ja. Maar ik geloof echt dat ik in mijn middelbare school en studentenleven daar nooit ben geweest. Ik had iets mee, heel vaak. Ja. Ja. Terwijl ik in Nijmegen geboren ben. Dat is zo Nijmeegs, het Waterkwartier. De mensen die daar wonen zijn zo, die hebben zo het gen van Nijmegen. Wat is voor jou het gen van Nijmegen? Dat niet lekker nuilen? Is dat het gen van Nijmegen? Nou, ze nuilen allemaal ongelooflijk. Dus dat is wel ook heel erg Nijmeegs. Nou, wat ik heel erg Nijmeegs vind, en dat is wel aan het veranderen, dat is het een beetje naar binnen gekeerde. Het een beetje, wij zijn hier Nijmeegs en de rest is heel ver weg. Ook het gevoel dat het een stad was, is aan de Duitse grens. En dus perifeer ten opzichte van machtscentra. Heel sterk Nijmeegs. Ik zie Rutger Zwart hier in de zaal zitten, maar ik herinner mij vrij goed dat ik op
internet de raadsvergadering nakeek waarin de vertrouwenscommissie, of waarin de raad het profiel samenstelde van de nieuwe burgemeester. En toen zei de voorzitter van de commissie, de vertrouwenscommissie, dat was Rutger, die zei toen dat een burgemeester moest hebben die, dat de stad een beetje met de rug naar Den Haag stond, de voordeur van soortgelijke strekking, en ze wilde een burgemeester die die verbinding kon maken. En dat heb ik mij altijd onthouden, want het is een geestelijke gesteldheid. Het is niet waar dat de stad met de rug naar Den Haag staat, maar zo denkt Nijmegen nog steeds. Omdat het nog steeds zichzelf situeert als aan de rand van de Duitse grens, terwijl het leven zich eigenlijk elders zou afspelen waar economische en politieke macht is. Maar de werkelijkheid is volstrekt anders. Die Duitse grens is niet meer relevant voor handel en voor economische betrekkingen, zelfs niet voor culturele relaties. En Nijmegen ligt net zo in het centrum van Europa, ik moet zeggen, als de Randstad, het Ruhrgebied of Londen. En dat zie ik wel veranderen. Ik zie dus Nijmegen opener geworden en minder naar binnen gekeerd en minder het gevoel van wij zijn hier een soort eigen domein los van de rest van Nederland. Ja. In dit verband, toen ik uit Nijmegen wegging dus in 1977, ik zei net al, dat was met de enige opluchting, omdat de stad vond ik niet meer mijn Nijmegen. Niet meer, ja, ik ben een romantische persoon hoor. En toen kwam ik dus in Arnhem terecht. Dat ik toen ook door mijn buren, dat was Henk de Nijf en de Jets. En ik kwam een beetje in een rock'n'roll milieu terecht, een hele andere soort stad. Maar waarom ben je naar Arnhem gegaan? Vanwege een geliefde. Dat is meestal een goede reden. Ja, en misschien ook wel. Zo'n reden accepteren. Ja. ik weet maar, misschien wil ik ook nog veel verder weg, maar ik dacht, laat me met Arnhem beginnen. maar wat ik zo wonderlijk vond, hoor, deze stad had dus een kunstacademie, een eigen theatergroep, een eigen orkest. Het was een heel ander type stad, terwijl het zo dichtbij Nijmegen is. En dan moet ik kijken, bij de vraag die jij mij onder meer stelde toen je me uitnodigde om hier te komen, is van loop door Nijmegen, loop ook eens door Arnhem, want die steden komen steeds dichter naar elkaar toe. Dat zie je heel goed als je met de trein reist. Dan zie je gewoon echt die steden echt naar elkaar toe kruipen. Maar het was een volstrekt andere stad. En terwijl dus terwijl Nijmegen in mijn beleving ook een stad is die hunkert naar dat soort culturele uitingen. Ik denk dat het waar is en ik denk dat daar ook wel goede verklaringen voor zijn die ook het verschil tussen Arnhem en Nijmegen tekenen. Ik zeg wel eens tegen mezelf, Nijmegen is gered door de vestiging van de universiteit. Was dat anders gelopen en het had maar een haar gescheeld of de universiteit was in Den Bosch gekomen, wat toch de bisschopstad was. En de bisschoppen moesten beslissen waar die universiteit kwam. Ik denk nog steeds dat ze hebben besloten Nijmegen, omdat dat de springplank naar de rest van Nederland was. Niet alleen maar het katholieke zuiden. De gemeenteraad besliste met één stem meerderheid dat die universiteit er mocht komen. Omdat de protestantse elite toch iets had van zometeen nemen de bisschoppen hier de stad over. Ik zou bijna zeggen, godzijdank. Want de universiteit heeft de stad boven zichzelf uitgetild. Ja. En als de universiteit er niet was geweest, en daar dus annex aan alles wat met de universiteit samenhangt, tot en met de grootste werkgever van Nijmegen is het UMC, met 9000 mensen, dat was er allemaal niet geweest. Dan waren we, zeg ik met groot respect voor Harderwijk, maar dan waren we toch Harderwijk geweest. Ja. Terwijl Arnhem, van oudsher de provinciehoofdstad, de stad waar de juristen zaten, de stad van de rechtbank en het parket en het gerechtshof, de ambtenarenstad, dat kleurt Arnhem vooral. Want zo keek ik er tegenaan. En dat is ook precies de reden waarom daar een meer liberale bourgeois sfeer heerst en waarom de podiumkunsten, maar ook de beeldende kunsten in de zin van het museum voor beeldende kunsten zo anders en misschien ook beter gesitueerd is dan in Nijmegen. Nijmegen had geen geld vroeger om een hele grote, mooie collectie beeldende kunst te verzamelen. En dat zie je terug in het verschil tussen musea van Nijmegen en Arnhem.
Nijmegen dus creatiever moeten zijn om toch een eigen collectie op te bouwen. De toneelgroep theater zat in Arnhem. Het Gelderse Orkest is weliswaar een orkest van Gelderland, mm-hmm. maar noemt zichzelf niet zonder reden in het buitenland de Arnhem Symphony Orchestra. Omdat het daar gesitueerd is en ze ook denken dat Arnhem een internationale uitstraling heeft. En ik vind dat met name in dat de podiumkunsten en de beeldende kunsten in Arnhem een vastere institutionele plek hebben gekregen, dat vind ik tekenend voor het verschil tussen die twee steden. En dat groeit naar elkaar, daar heb je gelijk in. Je kunt ook zeggen, Nijmegen heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Ik herken Arnhem van nu, herken ik nog heel veel van het Arnhem van 30 jaar geleden. En Nijmegen, vind ik, is zich verder gaan ontwikkelen. Het is expansiever geweest. Het heeft meer mensen, meer nieuwe mensen naar zich toe getrokken, heb ik de indruk. Ook vanwege diezelfde universiteit die enorm is gegroeid. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen, die heeft nu meer dan de helft van haar studenten in Nijmegen zitten. Dus die stad die is zich heel snel aan het ontwikkelen. En daardoor is ook een nieuwe verhouding tussen Arnhem en Nijmegen gekomen. Ik denk nog steeds dat in Nijmegen, diep in de Nijmegenaar, iets van een soort minderwaardigheidscomplexje zit als ze kijken naar Arnhem. Oh ja? Ja. En dat heeft echt te maken met het feit dat je als Nijmegenaar naar Arnhem moest als je iets misdaan had, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En dat zag je ook terug in die voetbalclubs, waar natuurlijk de rivaliteit van oudsher bestaat. Ja. Maar de NEC-supporters waren meer gebeten op Vitesse dan omgedraaid. Ja, 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 ja. Zie jij, Tom, zie jij die steden naar elkaar toe groeien? Ja, Nee, ik zie ze wel degelijk naar elkaar toe groeien. Ik denk dat, maar goed, dat is een discussie die ook in politieke zin wordt gevoerd. Waar moeten wij in deze regio de woningbouw verder situeren? Wat gebeurt in het middengebied? Ja. Die gemeenten die wij vroeger kenden als Elst en Bemmel, dat moet je nog aanspreken, maar nu inmiddels heten ze over Betuwe en Lingewaard, want dat is de vrucht van de herindelingen van vroeger. Daar zal een groot gedeelte van de woningbehoefte en ook bedrijvigheid tussen deze twee steden zich verder vullen. En dat betekent dat je één groot urbaan gebied krijgt, één grote agglomeratie. Niet voor niets hebben we ook al een stadsregio. En de grote opgave is, als dit één groot stedelijk gebied wordt, dan is het niet één stad, dan zijn dat nog steeds twee stedelijke kernen. En kunnen die elkaar raken? Kun je het zo organiseren dat met behoud van de culturele identiteit van beide steden, iemand die in Nijmegen woont, met snelle openbaar vervoersverbindingen, etcetera, makkelijk naar het theater in Arnhem gaat. Terwijl een Arnhemmer even snel naar Lux gaat om een hele mooie arthouse film te zien. Ja. Is het mogelijk dat een Arnhemmer hier naar een literair debat komt? Of naar iets wat meer met de geesteswetenschappen te maken heeft? Terwijl de Nijmegenaar gaat genieten van het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Dat is nu niet het geval. Nu heb ik het gevoel dat Nijmegenaren overal heen gaan, behalve naar Arnhem en omgedraaid. Precies hetzelfde. Maar dat gaat gebeuren, dat kan niet anders. En wij moeten dus als bestuurders en als politici proberen na te denken over, is die kloof te dichten, hoe doe je dat? Is dat iets wat zichzelf als vanzelf afspeelt of heb je daar ook iets in te betekenen? Bijvoorbeeld door afspraken te maken over waar je je zwaartepunten zelf organiseert en wat je aan de ander overlaat en waar je elkaar aanvult. Ja.